Ik hou er wel van om vuurwerk af te steken. Lekker samen met je vrienden. Alleen helaas, het kabinet heeft een vuurwerkverbod aangekondigd. En helaas moeten we het wel doen met het stomme sterretje. Ik ben dokter Van der Wind, een van de oogartsen hier in Rivierenland Ziekenhuis Tiel. Wat vindt u nou van dat vuurwerkverbod? Nou, wij oogartsen zijn daar heel blij mee, natuurlijk. Vorig jaar was het al en het heeft goed uitgepakt. Normaal in een oud en nieuw, we zien zo 7 gemiddeld, hè, vuurwerkgevallen, waarvan 2 echt heel serieus. En zeker 1 of 2 moet ik nog alsnog die nacht opereren aan de ogen. Ja, en wij zijn blij dat we daar niet meer op hoeven wachten. Nee, hè, dus nee. Vorig jaar was het... is er geen vuurwerkgeval geweest in ziekenhuis Rivierenland Tiel. Ja. Voor de ogen. En verwacht u dit jaar ook dat resultaat? Ik hoop het, ik hoop het. Want het blijft iets heel ongezonds natuurlijk. Hè. Het is voor ons oogartsen een jaar, in een heel jaar dus 1 dag oorlog. Jij hebt denk ik ook een beetje je mening over het vuurwerkverbod. Ja. Wat vind jij nou van het vuurwerkverbod? Nou ja, kijk, ik heb liever dat het er niet is. Ik begrijp het wel voor meerdere mensen, want sommige mensen hebben er ook echt last van en dieren. Maar ik vind het zelf wel kut, want ik wil gewoon het hele avond met oud en nieuw gewoon lekker vuurwerk afsteken. Ja, ja, ja. Ik snap dat vuurwerk erg gevaarlijk kan zijn, op sommige momenten ook vaak. En dat mensen soms ook dronken worden, niet goed met het vuurwerk omgaan. Alleen dat nog steeds het vuurwerkverbod gaat niet helpen. Geloof maar, iedereen gaat vuurwerk afsteken. Dat is vorig jaar ook zo. Het is gewoon 1 dag van het jaar waar wij even vuurwerk kunnen afsteken. En niemand gaat er dan naar luisteren als je gaat zeggen dat het niet mag. Nee, want jij, ik merk het even van bal. Want je zou heel graag vuurwerk af willen steken, neem ik aan. Ik zou zeker graag af willen steken. En kunt u iets meer vertellen over het oog, wat er dus gebeurt als er dus een ongeluk wordt veroorzaakt door het vuurwerk? Vuurwerk, jawel. Wij vieren Sinterklaas normaal en een surprise. En dat is een van mijn kinderen die het gemaakt hebben. Dat is een typisch een surprise van dat je hier gewoon een scheur krijgt, hè, voor in het heldere gedeelte van het oog. En dat het water er gewoon uit is. Hè. Dus dit is geen normaal oog. Hè. Dus het regenboogvlies, hè, zit gewoon naar voren en het lekt. En dat is niet goed voor een oog. En wat heel vervelend is, als een oog, we hebben hier de voorkant net gezien. Hè, dit was dan, hier zat dan een gat in bij die vorige. Hè, maar dat eventueel de lens wordt geraakt. En hier, dat oranje vlies, dat is heel gevoelig. En dat daar niks in komt of tegenaan komt. En dat en oranje vlies, dat mag niet naar buiten komen. Ik heb het allemaal gezien, het is allemaal gebeurd. Maar dankzij dit, het netvlies, hè, kun je zien. En als dit aangedaan is of daar vocht bij komt of wat dan ook, hè, dan is het oog gewoon blind. En dan kunnen we nog zoveel verbouwen en nog zoveel weer repareren, maar het zicht is kwijt. Er zijn natuurlijk ook plekken waar je juist een vuurwerk misschien niet af wil steken. Ja. Wat voor plekken zou je dat juist niet doen? In een woonwijk waar ouderen wonen of als er iemand met een hond langs loopt. Of hier dan als er mensen langs lopen met een hond of zo. Dan doe ik het niet. Gebruik je daar zelf ook wel veiligheidsmiddelen bij, zoals een brilletje of een oorlop? Ik doe een bril op met auto. Je doet een bril op? Ja. Verstandig, heel verstandig. Ja. Kijk, ik ben zelf ook jong geweest, hè? En ik heb ook vroeger dingen afgestoken en de volgende ochtend natuurlijk ook kijken of er wat overgebleven is met al zijn gevaren. Kijk, nu een beschermbril op, hè? Dus dat is zeker de moeite waard om te doen. En met afsteken, hè, van vuur, het mooiste is gewoon ook het lontje te gebruiken. En weet welk vuurwerk je in handen hebt. En alsjeblieft geen illegale vuurwerk. Wat niet volgens de normale hier winkels vergaan. Want daar komt die andere helft, als het ware, van slachtoffers vandaan. Nou, waren alle oogjes maar zo, hè? Nou, mijn ogen zijn, zoals je dus ziet, helemaal goed.
En ik hoop ook dat jullie ogen ook goed blijven in dit jaar. En ik wens jullie een heel goed en gezond 2022.